Hallo, ik ben Doreen van VVW Galgeweel en samen met Ellen en Jeroen tonen wij in dit filmpje hoe je een bahia optuigt. We hebben het ook op het einde van het filmpje nog over het optuigen van de gennaker en de reef, dus daar kan je steeds naar doorklikken. Je haalt eerst het materiaal uit het zeilkot. Wat heb je nodig? Een groot zeil, een fok, het pakje met touwen en een giek. Ook een roer moet je nog uit het zeilkot halen en dat gaan wij hier op het einde pas opzetten. Bij een meermansboot begin je altijd met het optuigen van de fok, omdat je dan de mast op spanning kan zetten zonder dat er al gewicht van grootzeil of giek aanhangt. We gaan de fok ontrollen en dan langs de verschillende hoeken vastmaken. Hier starten we met de tophoek en verbinden we de fokkenval met die hoek door middel van een pinnetje en een ringetje. Het is altijd belangrijk dat je dat ringetje volledig doordraait, zodat het goed zitten niet kan loskomen tijdens het zeilen. Daarna volgen we de verstevigde kant van de fok om de halshoek te vinden. En die gaan wij van voor op de boeg vastmaken. Dit is een rolfok en daarvoor moet je even nakijken of dat systeem van die rolfok voldoende opgedraaid is. En daarna verbinden we ook dit met een pinnetje en een ringetje. Als beide hoeken vast liggen, dan gaan wij de fokkenval beginnen aantrekken om de fok op te hijsen. De fokkenval die gaan we dan vastmaken met het rode touw dat aan de mast al vasthangt. Daar zit een haak en die gaan we door de ijzeren lus van de val doen. Belangrijk om het touw er even onderuit te halen, zodat dat niet verder slijt. En dan kan je de fok volledig op spanning trekken, zodat de voorstag eigenlijk los komt te staan. Die voorstag mag je dan verwijderen als de fok volledig geborgd is. Want die staat in de weg om je fok goed op te rollen of om later te genakkeren. Dus we maken die los en we binden die onderaan de mast vast aan een oogje of rond de mastbank. Ondertussen zie je Ellen hier de fokkenschoot installeren. Die moet langs de twee kanten van de boot verbonden worden en wij maken die aan de fok vast nu met twee achtknopen, maar twee paalsteken is uiteraard ook goed. En dan kan de fok opgerold worden, want als er te veel wind is, dan zou die ook maar staan te klapperen aan de kant. De rest van de val die gaan we opschieten, zodat die opgeborgen is tijdens het zeilen. Door lusjes te maken, er een aantal keer rond te gaan en dan uw touw dubbel te vouwen, erover te gaan en aan te trekken. De baya heeft verschillende zakjes, dus daar kan je de val insteken. Dan zijn het de beurt aan de giek en het grootzeil. Voor de giek is het toegestaan om in de boot te klimmen, maar pas wel op dat je steeds tussen fok en de mast blijft, want als je achter de mast begint te lopen, is er een kans dat je te ver naar achter loopt en over het zwaartepunt van de boot heen gaat. De giek verbinden we met twee pinnen aan de mast, het lummelbeslag. Die pinnen hebben ook ringetjes, maar die hebben van onder ook een palletje dat je kan draaien, waardoor dat je niet met het ringetje moet klungelen. Dit doe je zowel voor giek als voor de giekneerhouder die hier uit een stang bestaat op de bahia. Het grootzeil gaan we dan vastmaken langs de schoothoek, alvast aan het einde van de giek, en dan met de grootzeilval in de tophoek. En dan begeleiden we het grootzeil en hijsen we het naar boven. Dit kan enkel als er weinig wind is natuurlijk, met veel wind zou je boot gaan waaien, dan maak je enkel de tophoek vast. Tot slot borgen we de val door een slipsteek te plaatsen net achter het katapultje. Nu gaan we alle touwen plaatsen die zorgen voor de trim van het grootzeil. We starten met de cunningham die langs stuurboord van de mast hangt. Je stopt de cunningham door het oogje en dan met het knoopje in de mast en dan kan je hem aantrekken. De halshoekstopper zorgt ervoor dat ons zeil niet te veel naar achter kan getrokken worden door de onderlijkstrekker. Je maakt hem over alle touwen van de mast vast, zoals een broeksriem en dan met velcro. De onderlijkstrekker gaan we aan de achterkant van het zeil installeren. We schuiven het zeil in de giek en nemen dan het kortste van de twee touwtjes dat we door het oogje steken en met het knoopje achter een klein klemmetje zetten.
De onderlijkstrekker kan vooraan de giek aangetrokken worden en dan zie je dat het onderlijk helemaal strak getrokken wordt. Het is wel belangrijk dat je dit aan de kant loslaat om weer niet te veel wind te vangen. De grootschoot starten we bij het voorste blok op de beugel en dan maken we daar een 8-knoop in. Dan gaan we met de schoot naar de giek en we gaan van achter naar voor door de eerste katrol, de voorste katrol. Dit is soms een beetje wringen omdat de schoot vrij dik is. Het helpt dan om te draaien met de schoot. We trekken de schoot verder door en zitten terug aan de beugel waar we van voor naar achter door die eerste blok gaan. Om dan weer naar boven te gaan en van voor naar achter door die blok. We komen terug beneden en gaan dan met de schoot door de blok aan de beugel. Die zorgt ervoor dat onze schoot niet achter de beugel blijft hangen bij het grijpen. Tot is er nog de blok beneden aan boord en we zorgen dat die geluid maakt als we de schoot aanhalen. De curryklem die dat erop staat gebruiken wij niet. Om de plek van de 8-knoop te bepalen gaan we het zeil helemaal openzetten zodat de giek de zijstagen net niet raakt. Om de giekneerhouder te bevestigen is er een touwtje dat uit de giek komt met een tjekkel aan. En dat gaan we bevestigen aan touwen die al op de boot geïnstalleerd zijn en richting de zwaardkast lopen. Dat is het geval voor baja 1, 2 en 3. En daar kan je de giekneerhouder dan aantrekken aan het zwaard. Bij 4, 5 en 6 is dit systeem op de mast. Tot slot plaatsen we nog het roer. En dat doen we op de kant, zodat we dat zeker niet kwijtraken in het water. Daarom is het ook belangrijk dat je het ringetje door de roerpin zet. Om de genakker op te tuigen gaan we 4 verschillende dingen moeten vastmaken. We beginnen met de eerste hoek te zoeken, de tak, en die gaan we aan de boom verbinden. Er zit een bolletje op het touwtje om te verbinden. Je zorgt dat de paalsteek voor het bolletje zit, zodat we de hoek niet te strak tegen de boom kunnen trekken. Vervolgens gaan we op zoek naar de tophoek en die gaan we vastmaken aan de genakkerval die net boven de fok en de voorstag uit de mast komt. Ook hier zit weer een bolletje op en ook hier is het de bedoeling dat je de paalsteek voor het bolletje legt zodat we de hoek niet te strak tegen de mast trekken. Als deze twee hoeken verbonden zijn, gaan we de retrieverlijn pakken. Die komt uit de romp, zit normaal vastgemaakt aan die beugel waar de fok ook op staat. Als je merkt dat je die niet gemakkelijk kan aantrekken, is dat vaak omdat de val nog in de klem zit in de boot. We gaan de retrieverlijn eruit trekken en we gaan die dan op twee punten door het zeil steken. Eerst door een ringetje dat in het zeil zit en vervolgens gaan we hem vastmaken aan het hoogste lusje met een paalsteek. Dat mag een ruime paalsteek zijn. Als deze drie touwen verbonden zijn, is het tijd om de genakkerschoten te pakken. Deze schoten gaan we volledig buitenom moeten optuigen, dus dat is verschillend van de vago. Je kijkt naar de katrollen en je zorgt dat je de schoot in de juiste richting kan aanhalen. Er staan pijltjes op. Nu zoeken we de clue, de schoothoek dus, en daar gaan we de schoot verbinden ofwel met een paalsteek ofwel met een 8-knoop. Langs de andere kant gaan we de genakkerschoot ook laten doorlopen. Weer door een katrol, weer even testen dat die volledig goed zit. En dan komt het tricky part van de genakker. Nu gaan we zorgen dat we hem juist optuigen. We gaan helemaal rondom rond. Voorbij de fok en boven de retrieverlijn. En dan achter de genakker door. Of voor de genakker moet ik eigenlijk zeggen, want juist het perspectief. En we maken ook die kant van de schoot vast. Als er niet te veel wind is, is het altijd aangewezen om de genakker eens helemaal op te trekken en dan te kijken met een gijp of dat je alles juist hebt opgetuigd, dat er niks in de knoop zit. Dus dat is wat we nu doen. We hebben hem volledig opgetrokken. We gaan hem eens even aan de ene kant zetten. Voilà, dat verloopt vlot en die schoot kan je gemakkelijk vanuit de boot aanhalen. En dan gaan we hem doorgeven aan de andere kant. En ook dat lukt vlot zonder dat de schoten en de retrieverlijn bij elkaar in de weg zitten. En dan is de genakker correct opgetuigd.
Hier tonen we nog even de correcte plaatsing van de schoten ten opzichte van de retrieverlijn. Bij een genakker zijn de genakkerval en de retrieverlijn éénzelfde touw. Om een genakker op te trekken, dien je dus langs de kant van de genakkerval te trekken. Om hem naar beneden te halen, dien je hem uit de klem te halen en dan aan de kant van de retrieverlijn, het stuk dat in de genakkerzak zit, te trekken. Opgepast als je dit op land doet, dat je genakker niet achter je strandkar blijft hangen. Bij een baya kan je een reef klaarzetten zodat je het zeil op het water kan reven. Hiervoor gaan we het reeftouw uit de giek halen en volledig ontwarren. Het reeftouw splitst zich in de giek op zodat het drie verschillende uiteindes heeft. Het stuk waar je het aanhaalt, een stuk om met het voorlijk te verbinden en een stuk voor het achterlijk. We gaan hier eerst het voorlijk klaarzetten en daarvoor hebben we een paar meter reeftouw nodig. En dat gaan we weven door de verschillende oogjes van het zeil. Het is belangrijk om alle oogjes mee te hebben, want enkel het bovenste oogje is extra verstevigd om de krachten op te vangen die het zeil gaat hebben bij een reef. Daarna halen we het touw volledig naar beneden en steken we het onder de giek, onder het lummelbeslag in de mast. Omdat de oogjes op het achterlijk van het zeil wat hoog zijn voor mij, gaan we het zeil hier een beetje laten zakken. En dan gaan we naar de achterkant. Ook hier kunnen we het reeftouw volledig uit de giek trekken. Als het niet doortrekt, zit het vaak van voor in de klem. En ook hier gaan we het reeftouw weven door het zeil. We zorgen dat dit op dezelfde manier gebeurt als aan het voorlijk. Hier zijn er nog maar drie oogjes over, dus hier beginnen we aan stuurboord in plaats van bakboord. Om het reeftouw dan vast te maken, gaan we recht naar beneden en gaan we rond de giek een paalsteek leggen. Dit zorgt dat bij een reef het zeil recht naar beneden getrokken wordt en dus niet scheef getrokken. Tot slot gaan we de grootzeilval weer aanhalen om het zeil volledig te hijsen en zit de reef klaar om op het water te gebruiken. Om dan effectief het grootzeil te reven, ga je de grootzeilval uit de klem halen en begin je de reef aan te trekken waar het touw uit de giek komt. Je trekt aan tot het zeil zich volledig mooi heeft opgevouwen langs de giek heen. En tot slot trek je de grootzeilval nog terug in de klem en maak je een nieuwe borging met een slipsteek. Dan is de baya volledig klaar om te water te gaan. Vergeet zeker bij je vertrek niet het zwaard en het roer naar beneden te doen en de verschillende koorden voor het grootzeil te trimmen op de juiste manier aan te spannen. Heel veel plezier nog!